ideale manier om in contact te komen met je buurt. Kerken hebben toch altijd wat, in ieder geval hier in Delft, maar volgens mij geldt dat voor 80-90% van de kerken in Delft moeite om echt dicht bij de mensen in de buurt te komen. Dat ze meer zijn dan alleen maar een gebouw wat daar in de buurt staat. En dit is een hele fijne manier. Mensen in de buurt waarderen het. En het is gewoon een hele laagdrempelige manier om met ze in gesprek te komen. Ik vind het ontzettend leuk dat deze actie aanwezig is, want er zijn zoveel kinderen hier in Arnhem, en zeker in Arnhem-Zuid, in deze omgeving, die nog weinig hebben van het evangelie hebben gehoord. En ik hoop echt dat de kinderen die hier komen, door dingen die gezegd zullen worden door de teamleden, dat ze de Heer Jezus gaan leren kennen. Ik hou wel van de combinatie van door middel van sporten iets kunnen uiten wat je van God hebt meegekregen. Ik doe dat ook met andere dingen, maar sport is wel echt mijn lieve brei. Dus dat doe ik graag in mijn sportieve activiteiten. Ja. Ja, in gesprekken met jongeren kom je erachter dat er heel veel problemen schuilgaan. Wat mij deze week heel erg opgevallen is dat er heel veel kinderen zijn die in gebroken gezinnen leven, waar ouders gescheiden zijn. En daarom is het heel goed dat ze hier komen, waar ze elkaar ontmoeten, waar ze een mooie tijd met elkaar doorbrengen. Maar ook de blijde boodschap van Jezus Christus heeft voor deze jongeren ook heel veel te vertellen. Let my walk speak loud, and my words be true. Let my life be whole, with my eyes on you. Lord, I'm stepping out from... Heb je ook een dramastukje gehad? Wat je wel, waar je wel iets van jezelf in kon herkennen, waar je iets aan had? Ja, met dat hartje. Vertel eens dan, wat herkende je daar van jezelf in? Ja, dat er heel veel met mijn zusje was gebeurd en zo, en dat vond ik niet leuk en dat soort dingen en zo. Was daardoor jouw hartje ook eigenlijk een klein beetje kapot gemaakt? Of het hartje van jouw zus? Ja, van allebei. You are the center of it all. We moeten gewoon echt, zoals wij bij AIA vaak zeggen, echt uit de comfortzone komen en ze er ook door God laten gebruiken. Soms denk je van, ik kan niet sporten, ik ben niet goed in muziek of wat dan ook. Maar toch kom je hier op zo'n project en je raakt een gesprek met jongeren en je kunt zo het evangelie delen en zaaien. En je merkt vaak dat God zijn kinderen gebruikt. Ook al denk je vaak van, ik kan het niet, maar toch zie je dat God door je heen werkt. En dat is gewoon ontzettend gaaf om te merken en ook een ontzettende bemoediging in je geloof.